Mijn naam is Marco ten Hof. Ik ben docent wiskunde bij Pieter Jelles in Puls. En in deze video licht ik de zak- en slaagregeling toe voor VMBO-T. Allereerst, wanneer ben je geslaagd? Daar gaat deze video over. Nou, om te slagen moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Let op, als je aan één van deze voorwaarden niet voldoet, ben je niet geslaagd. Dus je moet ze allemaal aftikken. Nou, we gaan ze even bij langs. Allereerst zijn er een paar basisvoorwaarden. Er moeten een paar zaken namelijk op orde zijn. Je moet een voldoende of goed op CKV hebben. Je moet een profielwerkstuk met een voldoende of goed hebben afgerond. En je moet lichamelijke opvoeding, gym, ook afsluiten met een voldoende of goed. Nou, als die op orde zijn, dan kunnen we verder kijken. En dan gaan we allereerst naar de gemiddelde CSE-regeling kijken. Nou, in mei maak je het centraal schriftelijk examen, eindexamen. Afgekort het CSE, centraal schriftelijk eindexamen. Alle toetsen die je daarvoor maakt en in een PTA opgenomen zijn, noemen we de schoolexamens. Dus dat zijn toetsen die je voor het centraal schriftelijk examen maakt, dus tijdens de toetsweken, op andere momenten, afgekorte essays. Dus we hebben CSE's, essays. Nou, allereerst gaan we kijken naar de gemiddelde CSE-regeling. Voor het gemiddelde geldt dat je een 5,50 of hoger moet hebben. Dus op al die centraal schriftelijke eindexamens die je maakt in mei moet je gemiddeld 5,50. Nou, waarom staat dat nulletje er nu achter? Een 5,45 is bijvoorbeeld niet genoeg. Dus als je bijvoorbeeld allemaal 5,5 haalt en 1 5,4, dan is dat niet genoeg en ben je afgewezen voor dat eerste tijdvak. Tweede die je moet gaan behalen. Voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst even kijken naar eindcijfers. Dus vanaf nu kijken we alleen nog maar naar eindcijfers. Een eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van het schoolexamen, wat afgerond wordt op 1 decimaal, en het centraal schriftelijk eindexamen. Dat zijn ook cijfers die op 1 decimaal worden afgerond. Er staan hier een paar voorbeelden. Als je bijvoorbeeld een 5,5 en een 5,6 haalt, nou, zo'n 5,55, dat wordt als eindcijfer een 6. 5,5 en een 5,4, dat is altijd het behalen moment. Dat wordt een 5,45 en dat is afgerond een 5. Dat wordt dus niet dubbel afgerond. Dat is niet dan, oh, dat is 5,5 en is dus een 6. Zo werkt het helaas niet. Nou, 6,3, 6,7 is een 6,5 en wordt dus een 7 op je eindcijfer. Nou, die eindcijfers zijn dus cijfers op gehelen afgerond. Dat gaan we vanaf nu alleen nog maar gebruiken. Nou, vervolgens gaan we kijken, kernvakkenregeling, VMBO. Er zijn heel veel mensen die denken dat Engels of wiskunde ook een kernvak zijn. Dat is niet zo, er is maar één kernvak op het VMBO en dat is Nederlands. Dus op Nederlands moet je minimaal een 5 hebben. Als je daar een 4 hebt op Nederlands, dan ben je afgewezen. En dan gaan we even kijken naar het lijstje. Dat is de allerlaatste. Je mag paar onvoldoendes hebben. Dus dan kijken we nu naar die totale lijst van eindcijfers. En wat zien we daar? Nou, als je bijvoorbeeld alles een 6 of hoger hebt, ben je gewoon geslaagd. Heb je 1 5 en is de rest een 6 of hoger, dan ben je ook geslaagd. En die hoef je niet te compenseren met een 7 of zo. Nou, en dan zijn er nog twee andere opties bij VMBO voor een onvoldoende. Dat is namelijk een 4. Of twee keer een 5. Nou, dat mag. Je mag op twee vakken 5 halen of op één vak een 4. Mits je daartegenover een 7 zet op een ander vak. Dus je kunt bijvoorbeeld denken, je haalt op wiskunde een 4. En je haalt vervolgens op Nederlandse 7. En de rest is ook allemaal een 6 of hoger. Nou, ben je gewoon geslaagd. En hetzelfde geldt voor 2 5. Heb je daarentegen 1 keer een 5 en 1 keer een 4, ben je afgewezen. Heb je 1 keer een 4 en is de rest een 6, ben je helaas afgewezen. Heb je 1 keer ergens een 3, ben je ook afgewezen. Nou, wat betekent nou afgewezen? Afgewezen betekent in de volksmond dat je gezakt bent. Maar gezakt ben je nog niet helemaal, want je hebt altijd nog weer een herkansing. Dus je kunt een van die centraal schriftelijke eindexamens herkansen. Dat gaat vrij vlot naar de bekendmaking. Ergens in juni zijn die herkansingen al. En dan kun je dus nog kijken of je één cijfer kunt ophalen. In sommige gevallen ben je dan alsnog geslaagd. Lukt het dan alsnog niet, dan ben je definitief afgewezen en daarmee dus gezakt. Dit is een korte samenvatting. Als je daar meer over wilt lezen, dan kun je kijken op www.mijneindexamen.nl.
Daar kun je onder andere het rooster vinden voor het eindexamen, de zakken slaagregeling en allemaal algemene info. Dus www.mijneindexamen.nl. En daarnaast kun je mij ook altijd mailen, mtenhof@pj.nl. Succes met je eindexamen.